Welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van de Vrije Gedachte. Vanuit de Corridor in Vlaanderen gaan filosoof Floris van den Berg en ik in gesprek met Christophe Bush. Christophe, welkom. Christophe, ja, je bent van alles. Ik, ik kan een introductie van een paar minuten afgeven. Ga ik niet doen. Je werkte meer dan tien jaar in de forensische psychiatrie. Je bent criminoloog. En ja, je zegt dat waarschijnlijk niet over jezelf. Maar ik ga het zeggen. Je bent expert in holocaust en genocides. We gaan het nu hebben over de aard van de mens. Onder andere aan de aanleiding van dit boek. Boekje. De dikke boes. <laughs> uh, de duivel in elk van ons. Ik wens u heel veel kijk- en luisterplezier. En alsjeblieft klik op like en abonneer. Christophe, welkom. Dank Fijn je dat wel. je er bent. Um, ja, uh, om maar te beginnen. Waarom schreef je dit boek, De Duivel, in elk van ons? Uh, omdat een uitgever mij dat je vraagt dat. Ja, uh, ja. <laughs> Heel eenvoudig. <laughs> Zo um, heet Maar um, ja, ik klopte eigenlijk natuurlijk wel aan van, je bent uh, al heel lang met dat thema bezig. Uh, je bent soms ook een, een maatschappelijke stem omtrent, die thema's. En dat is <hums> natuurlijk omdat ik... Lange tijd ook in Caserne d'Orsay het Holocaust- en Mensenrechtenmuseum, uh, heb gewerkt, uh, hier in België. Um, en dat deed mij wel denken: van ja, als ik nu zelf terugkijk op die 30 jaar dat ik met dat thema al bezig ben, dacht ik, dan is er wel wat gebeurd. Mm -hmm. uh, er is wel heel veel qua inzicht bijgekomen. Je bent gekomen van een, een, een klein rekje met een paar Holocaust-boeken in de jaren 50 tot vandaag een bibliotheek die zo groot is. En dan nog ga je alle Holocaust-boeken er niet in krijgen. Mm -hmm. En dat maakt dat ik wel zo dacht van ja, misschien op vlak van daderschapsstudies. Alles eens bundelen wat ik al heb meegemaakt en waar ik denk dat het naartoe gaat gaan. Mm -hmm. Dat lijkt me een heel mooie uitdaging. Ja. Ja, zeker. Nou, dat is denk ik ook uh, mooi gelukt. Ik wil nog even ook nog op de, bij de ondertitel stilstaan. Die heb ik nog niet genoemd. Dat is Van Holocaust tot Terrorisme. Hoe gewone mensen in staat zijn tot buitengewoon kwaad. Um, ja, wat maakt iets kwaad? Waar hebben we het over? Um, in, in dit boek gaat het met mij vooral over collectief geweld. Mm -hmm. En collectief geweld is dan ja, de verzamelnaam natuurlijk, en er is daar een, een WHO-definitie van. Maar dat omvat eigenlijk alles wat te maken heeft met uh, massamoord, uh, genocidaal geweld, maar evengoed ook terrorisme. Het gaat over groepen die elkaar naar het leven staan, um, en waarin geweld een legitiem middel is om tot een bepaald doel te komen. En soms mm -hmm. is dat een op ras gebaseerde samenleving, of een op religie gebaseerde samenleving. En voor mij is het natuurlijk wel boeiend dat je ziet dat je verschillende studiedomeinen hebt die dat eigenlijk bestuderen. Je mm -hmm. hebt Holocaust-studies, later heb je dan, jaren in 80-90, toch wel een boom gehad in genocide-studies. Ja. Uh, na 9-11 kreeg je een letterlijke en figuurlijke explosie van terrorisme-studies mm -hmm. natuurlijk. En dat maakt dat er ja, heel veel geweten is over die geweldsvinden ja. tot op vandaag. In het, uh, ik, ik heb niet paradox of het, het voorwoord de inleiding is, maar in je eerste hoofdstuk uh, ben je, ga je op zoek naar Karl Hukker. Hè? Um, uh, kun je daar iets over vertellen en over de zoektocht, over het fotoalbum? Um, misschien kun jij ook nog wat toelichten. Ja. Ja. Uh, maar e eerst ja. aan jou, alsjeblieft. Wel, ik, ik was natuurlijk um, geïntrigeerd door die bijzondere plaats, die heel vaak met, met de Holocaust-symbool eh, uh, staat, natuurlijk, dat is Auschwitz. Mm -hmm. en, uh, Auschwitz heb ik al meermaals bezocht, hè, jaren, decennia geleden. Um, maar dan kwam ik eigenlijk wel tot de conclusie, wat vooral gememorialiseerd is, dat is natuurlijk die slachtofferrealiteit. Het uh, hoofdkamp Auschwitz I, Birkenau, de zeer mm -hmm. grote plaats. Maar uh, via een goede vriend van mij, Hans Citroen, uh, was ik een paar keer met hem naar niet alleen het concentratiekamp slash museum geweest, maar naar het brede SS-interessegebied. En ik begon daar rond te lopen samen met hem. En ik liep gewoon in die Poolse stad in de omgeving. En overal zag ik kampalen en overal zag ik woningen. En kreeg ik de uitleg van, ja, maar hier is het SS-schooltje geweest. Hier is de ss kuchen dit gebouw, wat de bakkerij is. Was de ba en dan voel je plotseling van. Ja, maar naast dit museum is hier een gehele wereld. En dat is eigenlijk de daderwereld. Mm -hmm. En dan ben ik me heel erg gaan verdiepen in. Ja, wat was die daderwereld van Auschwitz? En op dat moment dat ik daarmee bezig was, eh, Popt er een Auschwitz fotoalbum op. Een fotoalbum dat uh, helemaal anders was dan het andere, eerst gekende Auschwitz-fotoalbum. En het eerste uh, is wat we het Lili Jacob-album noemen. Het is eigenlijk een album gemaakt door de nazi's zelf, door de fotografische dienst, om de aankomst, de selectie, um, alles behalve eigenlijk de vernietiging, visueel te gaan vastleggen. En dat is een soort presentatiealbum dat men maakte om aan hogerofficieren het vernietigingsproces in Auschwitz te tonen. En dat is het beeld dat leidt tot Schindler's List en tot onze brede maatschappelijke bewustwording. En in 2006 komt er een ander album naar boven. we denken, ja, dat gaat nog een van zulke presentatiealbums zijn. En dat was het helemaal niet. Het was een persoonlijk kiekjesalbum van Carl Hucker de rechterhand van de kampcommandant. De Wa Waar kwam dat vandaan eigenlijk? Hoe kwam dat opeens uit de lucht vallen? Um, wel, het is een boeiend verhaal. Um, het is gedoneerd aan het Holocaust uh, Memorial Museum. Um, en het komt uit een uh, inlichtingenarchief. En het zou afkomstig zijn van een CIC-officier. Het is eigenlijk een Amerikaanse inlichtingenofficier, die hmm. dus in de achterhoede... Uh, ja, mee optrok en ging gaan kijken, zijn er hier Duitse inlichtingen, officieren, kunnen we die langs ons kamp krijgen, want de Koude Oorlog was al begonnen op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook welke bronnen, welke informatie vinden we hier? En hoe kunnen we dat, en vermoedelijk heeft die CIC-officier dat gevonden. Uh, hij zou dat uh, decennia in zijn kelder bewaard hebben en dan besloten, zes maanden voor zijn dood, om aan het Holocaust Museum te doneren. Ik denk dat dat het gemakkelijke verhaal is. Uh, op mijn kritische vragen heb ik nooit antwoord gekregen, maar ik vermoed dat het uit het inlichtingenarchief van de inlichtingendiensten uit, uit Amerika, in Washington, komt. Hè. Maar dan krijg je natuurlijk heel ambetante vragen als het daaruit komt. Ja, wat hebben ze nog in dat archief zitten ja, ja, natuurlijk? Ja. Hè? En dat willen ze niet. En dus dat was een, een heel merkwaardig album, omdat dat uh, niet die slachtofferwereld van Auschwitz toonde, maar wel die daderwereld. En dus Karl Hucker is die adjudant trekt eigenlijk niks waarvoor wij Auschwitz kennen, hè, dat industrieel vernietigingsproces, maar trekt uh, het Julfest, hè, een soort, soort uh, Germaans kerstfeest, uh, hij trekt daar het sociale leven, de jachtuitstapjes, uh, de teambuildingsmomenten, en plotseling zie je niet alleen de plaatsen, maar ook de activiteiten en het gehele andere sociale leven die ook aanwezig was op die plaats. En dat is een beetje wat Primo Levi zegt. Auschwitz is eigenlijk een parallel universum. Je hebt een, een onderste bovenwereld. En de logica, de wereld van de slachtoffers, is een andere wereld dan die van de daders. Ook al zit die aan elkaar geklokt, natuurlijk. En dat maakt een stuk dat dat fotoalbum voor mij een visualisering was, voor waar ik eigenlijk al jaren onderzoek naar deed En zo ben ik helemaal gerold in wie was die figuur, mm -hmm. hoe verliep de fotografie in die kampen, welk beeld maakte men, wat zegt dat over het denk, gevoels- en handel, handelingskader van die daders. Dus uiteindelijk dat visuele document me heel erg in de daderwereld van Auschwitz gesleurd. Wat deed dat dan met je toen je, toen je die foto's zag? Um, herkenbaarheid in de eerste plaats, omdat je natuurlijk... Um, ja, er is wel wat geweten over hoe het denken, het voelen en het handelen afglijdt van mensen. Uh, er zijn allerlei theorieën. Um, en plotseling zag je dat op foto. Dan zie je natuurlijk dat uh, dat niet al terreur gruwel is. Je ziet camaraderie op die foto's. Heerliefde. Ja, je ziet dierenliefde. En, en dierenwetgeving, ja. is een van de vooruitstrevende wetgevingen onder het Nationaal Socialisme geweest zelfs. Maar we gaan je vooral gaan zien, eigenlijk al van die processen die redelijk goed beschreven zijn. En dat maakte voor mij de kracht van dat album duidelijk. Dat album toont complexere processen die je eigenlijk in de analyse en in het luisteren naar die daders was te weten gekomen. En dat maakt natuurlijk als je stuk ook. De gelaagdere, complexere beeldvorming van wat is die Holocaust geweest en hoe moet je dat geweld begrijpen, was dan een heel belangrijk instrument om die complexe mechanismen wat bloot wat, ja, okay. te gaan leggen. Johan Braakman heeft het in zijn boekenkast, ik heb het bekeken. Het origineel, hè? Het, he? het origineel, nou, het origineel ja. Ja, staat bij Johan Braakman. Ja. Ik, ik moet je ook even vertellen, het was niet, het was niet de Amerikaanse inlichting. Het, was, het kwam van Johan en ze hebben een kopie gestuurd en die heb jij gezien. Het origineel staat hier Wel, Dat heb ik ooit, het, ja. kopie, het, het kopie gaan bekijken. Dat was heel grappig, want ja. ik moest in de kelder in Washington gaan. Ja. Ik moest witte handschoenen aandoen, om dan mijn handen op de rug te houden om op twee meter afstand naar het album te mogen kijken. Dat bleek een kopie te zijn. Ja. Want, want als je dus bekijkt, dat als je niet weet wat de context is, dan denk je gewoon, dat dus is niks mis. Ja, je ziet de SS-uniformen, dat dat is een alarmbellen. Maar al, los van dat, denk je, zijn het gewoon mensen die een gezellig feestje hebben. Dat ja. het... maar, maar dat voelt heel raar. Mensen, jij, jij hebt al, maar dat, ik kan, ik heb er dus ook ingekeken. gekeken. Denk, dat, je krijgt het niet goed in je hoofd. Ja, mensen, klopt. Ik, dat, ja. Nee, klopt. En en. Toont echt die onderste bovenwereld? Hè? Want er zijn een aantal foto's. Eén um, foto waar we heel lang met een aantal onderzoekers zitten op studeren hebben, is wat we de Singelang foto noemen. En dat is uh, aan de SOA-hutte. Dat is een soort uh, ja, getreite voor daders, hè, waar, waar de SS, uh, als ze willen trouwen en ze kunnen niet naar Duitsland teruggaan, gaan ze dat daar doen. Teambuildingsdagen gaan daardoor en zo verder. En dan zie je bijvoorbeeld op een bepaald moment gaat want uh, wat is zijn fotoalbum met de SS, uh, Verinen, een soort communicatiemedewerkers, gaat hij op teambuilding-sessie naar daar. En een van die uh, dames heeft daar tweejarig zoontje meegenomen. Want het is een zaterdagochtend hebben we kunnen traceren. En wat is er gesloten? ja Het SS-schooltje. Dat toonde ook dat mensen daar als gezin wonen. Dat kinderen hmm. naar de school gingen. Dat je na de schooluren samen het huiswerk maakt. <laughs> hè, als dader in Auschwitz. En in dat andere, eerste fotoalbum, daar zijn ook foto's ook van tweejarige kindjes. En er is een heel markante foto waarin je mensen ter hoogte van crematorium 5, zij weten dat niet, wij weten dat wel, waarin je een kindje van twee jaar heeft een bloemetje geplukt en geeft dat aan het kindje voor hem. Niet wetende dat een half uur later zij zullen vergast en vermoord worden. En die twee foto's naast elkaar tonen dat parallel universum. En het zegt ook natuurlijk wel iets dat voor zo'n Onmenselijke gruwel en destructie te produceren, dat je daar eigenlijk ook wel een hele herkenbare wereld hebt die heel dicht bij ons komt. Mm -hmm. Want zij zien niet meer naar de overkant en zien mensen. In de taal en terminologie van Auschwitz heeft men het over stuks, vracht, cargo die verwerkt moeten worden. Wij zien natuurlijk de mens die vernietigd wordt. En dus. Dat is eigenlijk een, een heel visueel sterk element om die dualiteit van die wereld van Auschwitz beter te gaan begrijpen ja. en te gaan bestuderen. Want wat nog iets uh, wat ik in het boek wat me echt enorm trof, ja, uh, het gaat over een andere, een van de andere SS-commandanten Tielman, en die heeft overleefd en die heeft ook een kleinzoon. En op een gegeven moment, die kleinzoon, ik, ik beschrijf hier een passage uit je boek, die die um, uh, kom, heeft op school over de holocaust geleerd. En die opa, die Tielman, heeft daar nooit over verteld. En dan, dan lees ik een stukje voor uit jou, jouw boek. Uh, zegt, uh, wel herinnerde hij zich hoe zijn grootvader ooit... toen hij zelf over Auschwitz leerde op school... met fonkelende ogen had gezegd... nou komt het. Ha, ja, het. Jongen, dat was de mooiste tijd uit mijn leven. Dus, 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 dus na de Tweede Wereldoorlog, dan denk je, en dan is, wordt dat gezien als een mooiste tijd van. De, maar als je dat album kijkt, dan, als je alleen dat album kijkt, dan. dan maar ja, ik ja, kan er men, uh, niet zoveel mee. Ik bedoel, dat is echt. Hoe, kan, hoe zit dat psychiatrisch? Of, hoe kan dat bij mensen? Ja, het is natuurlijk, en dat is een stuk de stelling van mijn boek, dat is dat het afgeleiden richting daderschapsprocessen, dat dat natuurlijk niet komt door een enkelvoudige oorzaak. Het is, het is armoede, het is ideologie, het is religie. Ja, je hoort dat heel vaak in het licht van genocidaal geweld of terroristisch geweld. Het is natuurlijk een complex samenspel van vele actoren en mm -hmm. factoren. En meestal horen de journalisten dat niet graag, hè, want dat is moeilijk, moeilijk bevatelijk dan. Maar je voelt wel heel duidelijk dat. Um, we zouden dat vandaag het radicaliseringsproces gaan noemen: mm. dat mensen hun denkkader uh, vaak ook via emotionele wegen uh, afglijden, en dat daar een handelingskader mee komt. En dat je natuurlijk in een algehele verruwing. Van een Tweede Wereldoorlog dat geweld plotseling ook een legitiem instrument geworden is. En als al die dingen samenkomen en je gaat inspelen op individuele motivaties in een totalitair systeem. Uh, waar um, ja, een ideologie wordt aangereikt, waarin eigenlijk ook allerlei uh, beïnvloedende mechanismen in de cultuur zijn binnengegooid, hè, waarin je gehoorzaamheidsdynamiek, conformiteitsdruk en zo verder aanwezig is. Ja, als je dat allemaal samen begint te krijgen en je komt in een gewelddadige episodes dus terecht, ja, dan krijg je veel groter potentieel tot geweld als een legitiem middel te gaan aanzien. En dat is los van uh, niet een speciaal soort mens. Nee. En, en natuurlijk is dat een stuk um, de evolutie in, in daderschapsstudies geweest. Hè. Het eerste beeld die we heel vaak hadden van daderschapsstudies is eigenlijk gecreëerd op basis van de bevrijdingsfotografie. En wat zien we in die bevrijdingsperiode, en dus in april, mei 1945... Mm -hmm. Uh, creëren eigenlijk de nazi's naast hun gehele terreursysteem in die concentrationaire wereld, creëren ze daar bovenop nog een humanitaire ramp. Want wat gaan ze doen? Naarmate het Oost- en het Westfront... De Duitsland naderen natuurlijk, bevrijden zij die, uit, die kampen in de periferie. Mm -hmm. En dus de SS beslist van, kijk, uh, we gaan iedereen evacueren, tussen aanhalingstekens, we gaan iedereen op transport of zelfs te voet via marsen mm -hmm. naar die centrumkampen laten komen. En dat maakt dat dus ja, niet alleen die terreurplaatsen, maar ook nog een keer gigantisch overrompeld worden door die massas gevangenen die naar het centrum van Duitsland worden gestuurd. Resultaat, de beelden die we allemaal kennen. De bergen lichamen, hè. denk aan die, die Britse soldaat op zijn bulldozer die, die de bergen lichamen hè, in die massagraven moet duwen. Uh, en op dat moment zie je eigenlijk ook voor het eerst die dader. Je ziet die daders hè, de lichamen in de uh, massagraven gooien en zo verder. En dan krijg je natuurlijk een logische analyse van zij die dat gedaan hebben. Iets wat eigenlijk onbeschrijfelijk is voor woorden. Uh, dat we er foto's van moeten trekken om te, te bewijzen dat dit echt wel waar is. Dat moeten onmensen zijn. Dat moeten barbaren zijn. Dat zijn buitenaardse figuren die zijn mad or bad. En dat is eigenlijk het dominante daderbeeld dat in die eerste tien, vijftien jaar zich, zich zal manifesteren. En eigenlijk is dat ook heel verstaanbaar op dat moment als je geconfronteerd wordt met, met de gruwel die, die is uitgevoerd. En dan krijg je een tweede grote sprong. Hè. Ik denk twee auteurs zijn daar voor mij heel erg van belang zijn. Raoul Hilberg, een... een Duitse historicus die heel gedetailleerd hè, die eerste vijftien jaar al die archieven uitsplitst. Um, hij gaat een, een prachtige driedelige reeks schrijven over de vernietiging van het Europese jodendom. En hij is in de complexiteit gedoken door te gaan zeggen, ja, je hebt wel die... Topmannen, Hitler en zijn trawanten, Himmler en Heydrich en zo verder. Maar je hebt ook dat departement, je hebt ook dienendiensten, je hebt ook dat initiatief en zo. En dus die gaat dat eigenlijk heel rijkelijk gaan documenteren wat er allemaal betrokken was. Mm -hmm. Je hebt minder voorzichtige figuren zoals Hanna Arendt, die vanuit een politieke theorie um, ja, een enorme kennis had over totalitarisme en haar vergelijkend boeken, waarin ze natuurlijk het Nationaalsocialisme en het communisme naast elkaar zetten. Um, maar in uh, de jaren 60, begin de jaren 60, hè, raakt zij natuurlijk ook heel erg gekend door het Eichmann in Jeruzalem-boek. Mm -hmm. ja. En zij zal uh, ja, de Eichmann-casus gebruiken. En tot op vandaag is daar nog altijd heel veel discussie over of dat Eichmann wel de juiste casus was. Maar een stuk haar stelling uh, is wel heel erg van belang. Zij zegt van... Naar kijk, sorry, naar aanleiding van het proces. Dat is goed om te benoemen, denk ik. Ja. Het proces van Eichmann. Ja, ja. Ja. Um, dus ze was eigenlijk gevraagd als uh, journalist om, om drie, uh, sorry, vijf journalisten ...journalistieke stukken voor de New Yorker te schrijven over het Eichmann-proces. Man was de dans ontsprongen, gekidnapt in Buenos Aires, naar Israël-Jeruzalem gebracht... ...om daar in het slachtofferland als eerste nazi-oorlogsmisdadiger bericht te worden. En wat zij dus eigenlijk constateerden was... ...de gehele wereld verwacht hier de demon te zien. Mm -hmm. Duivelshorens, uh, bokkenpoten, hè. Dat, dat verwachtte de wereld. Maar wat krijg je eigenlijk te zien? Een bureaucraat. En ze zegt wat Eichmann nu kenmerkt, hè, waar zijn oorzaak, de oorzaak van zijn bijdrage tot de geweldpleging van komt, is niet zijn mad or bad, het is niet zijn, zijn kernpsychopathie of is niet zijn, zijn uh, aangeboren kwaadaardigheid. Nee, het is zijn gedachteloosheid. En ze gaat eigenlijk met die ondertitel van dat boek, de banaliteit van het kwaad, gaat ze eigenlijk willen stellen dat de mensen die dat geweld plegen... Het is een buitengewoon wel, geweld. We hebben daar zelfs een, een nieuwe term voor gebruikt, genocide. Maar... De mensen die dat kwaad plegen zijn wel banale mensen, zoals u en ik. Mm -hmm. En gedachteloosheid wil niet zeggen dat hij echt maar niet kon denken, natuurlijk kon die ja. denken, maar dat wil eigenlijk zeggen dat hij een stuk zijn, zijn eigen denkprocessen uitbesteedt aan een ideologie. Mm -hmm. Je moet niet nadenken, want er is voor jou nagedacht. Je moet eigenlijk zelf niet kritisch bevelen gaan uh, volgen. Je moet gewoon gehoorzamen wat de structuur van de staat uh, u oplegt. En dat is wat ze bedoelt met die gedachteloosheid. Mm -hmm. En eigenlijk... Is zij heel voor haar tijd vooruit, want het is in de jaren negentig dat er een grote discussie. Tussen twee historici is al ontstaan het Browning-Goldhagen-debat over de normaliteit van die daders. Mm -hmm. En dus, wat ik poog te doen, is dat proces en al die inzichten, mm -hmm. in, en daarom is het ook een dik boek geworden natuurlijk, mm -hmm. om dat wat bloot te leggen en een stuk een sprong te maken uh, naar de volgende stap. Omdat ik denk dat we van de banaliteit van het kwaad nu in een fase zijn gekomen om te praten over de complexiteit van het kwaad. Mm -hmm. We weten nu zoveel beïnvloedende factoren. Maar we hebben niet de modellen om eigenlijk de interacties tussen die factoren eh, goed te gaan begrijpen. Mm -hmm. Laat mij toe één voorbeeld te geven. Je hebt de dehumanisatie. Het mm -hmm. wegnemen van het menselijke etiket eh, is iets wat je bij de slachtoffergroepen, is iets wat je bij elke ja, collectieve geweldsvorm gaat mm -hmm. terugvinden. Maar ook in andere samenlevingen zijn er vormen van dehumanisatie, maar volgt er toch geen geweld? Mm. Ja, maar hoe werkt dat dan? Ja, mm -hmm. Want ja, je vindt wel overal daar dehumanisatie, maar niet daar. Wel dan merk je bijvoorbeeld als dehumanisatie gecombineerd wordt met toxificatie, mm -hmm. het is niet alleen een minder mens of een vaak een, een, uh, ja, een soort beestmens was dan de taal of een, of een uh, te verdelgen dier, mm -hmm. maar dat dier. Is ook nog eens een gevaar voor jouw groep, mm -hmm. en dan vergiftig je natuurlijk ook dat ja. beeld. Dan zie je dat plotseling de kans, de probabiliteit tot geweld, helemaal stijgt. En dan zie je dat die elementen beginnen te interageren met elkaar en beginnen veel gevaarlijker te worden. En misschien maar... zou je ook nog wel kunnen stellen dat niet overal waar wordt gedehumaniseerd, ook bijvoorbeeld collectief geweld direct nodig is. vanuit ideologisch perspectief. Maar waar dat wel zo is, dan is die dehumanisatie ook handig omdat dat veel makkelijker maakt voor jouw soldaten om, ja, om geweld te plegen. Absoluut. Ja. Dat is eigenlijk wat we in de criminologie-neutraliseringstechnieken ja, noemen. Hè. Um, we kennen heel vaak rationaliseringen achteraf. Wat zijn neutraliseringstechnieken? Uh, de mens is eigenlijk geremd om geweld te plegen op elkaar. Mm -hmm. Het is niet normaal dat ik een namer pak en een van jullie hoofden insla onmiddellijk. Um, Het sociale gaan... experiment komt na deze podcast. Uh, ja, voilà, voilà <laughs> we gaan dat doen, we gaan tafelkleedje bespeuren, vrees ik dan. Maar wat ga je gaan krijgen? Die remming die kan je wegwerken. Mm -hmm. Want als ik u als minder mens zie, als een bedreiging voor mij zie zelfs uiteindelijk in de taal van Auschwitz, als een object dat te verwerken is, zie, mm -hmm. dan voel je heel duidelijk de remming om geweld te plegen, dat die geneutraliseerd wordt. En er zijn verschillende neutraliseringstechnieken beschreven. Uh, en dat zijn natuurlijk zaken die voor de feiten uw denk- en emotioneel kader beïnvloeden, die mm -hmm. maken dat geweld veel ja, waarschijnlijker aan het worden is. Ja, ik neem aan dat je dit boek geschreven hebt niet alleen maar als historicus, maar inderdaad als... Criminoloog, om ervan te leren om het te voorkomen. Dus, dus eigenlijk een. Maar de, de, wat je nu net zei, die twee dingen: de toxificatie en die dehumanisatie. Als ik kijk naar de uh, recente uh, voordrachten van uh, president Trump, die, die deed precies dat soort dingen. die jij nu net opgezond hebt. Uh, in hoeverre moeten we daar dan ook bang voor zijn? Ik bedoel, want er wordt altijd gezegd: ja, hij is geen nieuwe Hitler. Uh, nou, Oké, okay, ja, want hij is. Trump, maar hij, jij noemt wel dezelfde dingen. Moeten ja. we dan in welke, hoe is de verhouding om daar bang voor te zijn of niet? Ik kan de ene partij zegt ja, dat is overdreven. Het en de andere partij is een nieuwe hmm. Hitler. Hoe, hoe kijk jij dat tegenaan? Ik denk het hele doel van, van daderschapsstudies is natuurlijk dat je langs de ene kant tracht beter greep te krijgen, inzicht te krijgen in de patronen die ja. je ziet. En dus je kan patronen gaan zien van dehumanisatie is aanwezig, maar dat is niet voldoende en dat komt erbij. En dan staatssystemen zijn van belang en zo. Dus je begint die patronen te detecteren, maar je kan niet zeggen er gaat iets ergs gebeuren. Nee, want naast die patronen. Heb je gebeurtenissen? Gebeurtenissen die toevalsfactoren in meespelen, die onvoorzienbaar zijn en die die patronen kunnen versterken of vertragen. Laat mij toe een voorbeeld te geven: uh, wat Trump aan het doen is. Uh, als je kijkt ook naar uh, 6 januari, uh, de bestorming van de Capitol. Ja, daar herken je toch een aantal patronen in wat er gebeurt. Hè. Er is een heel denkkader dat wordt meegegeven dat de verkiezingen gestolen zijn. De president nodigt uit. Wat voor ons het meest democratische moment in de Amerikaanse samenleving is, de wissel van de macht in de capital, is voor die mensen eigenlijk de meest ondemocratische moment. Want daar wordt eigenlijk een soort legalisering van de gestolen verkiezingen georganiseerd. Ja. En dan zie je dat patroon opduiken. Is daar iets gebeurd? Ja, er zijn er vijf, zes mensen gestorven. Uh, maar dat kon veel erger zijn. Ja. Laat mij toe, nu, Trump heeft net een, uh, een moordaanslag gepleegd en dat toont dat... Overleefd. Belaagd, oh, overleefd. Ik vind dat meer weet dan wij, dat zou kunnen. <laughs> nee, 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 dat ik weet. Hij uh, heeft dat overleefd. En wat ga je nu gaan zien? Stel u voor dat hij een beetje meer met zijn hoofd in de verkeerde richting zat. Mm -hmm. Dat die man wordt doodgeschoten. Dat is een heel mooi voorbeeld waarin je ziet dat er allerlei zaken aan het groeien zijn. Je hebt heel giftige, problematische denkkaders. Je hebt uh, een land dat uitpuilt met wapentuig. Mm -hmm. En dan plotseling wordt daar een heel belangrijk figuur doodgeschoten. Ja, wat er dan gebeurt, dat kan heel gevaarlijk zijn. En dat is mijn Zeker. metafoor dat ik altijd gebruik. Als je twee, drie balen hooi in je houtschuur, in je schuur staan hebt en je speelt met Lucifer's, dat wil niet noodzakelijk zeggen dat die balen in brand gaan schieten. Maar het is niet slim om met Lucifer's bij drie balen hooi te spelen. Maar als je schuur met 30 balen hooi vol zitten en je begint met Lucifer's te spelen, dan kan je wel een heel grote ramp hebben. En dat is hoe die toevalsgebeurtenissen kunnen interageren met die patronen. Dus. Kan je daar wijzere beslissingen mee nemen? Ja. Kan je die dingen controleren? Ja, nee, natuurlijk niet. Voordat je in dit boek uh, ingaat op de analyse van het kwaad... Zo heet volgens mij ook een, een hoofdstuk, of een, een hoofdstuk is dat... Um, uh, ...analyse van het kwaad. Uh, volgt het boek eerst vier levensverhalen... ...na jouw zoektocht uh, naar Karl Hukker. Uh, Eentje is Rudolf Hus, de andere is Eichmann... ...waar we het al kort over hebben gehad. Dan hebben we nog Irma Grese en Marcelle Gombeer. Gombeer, dank je wel. Um, wie zijn deze vier mensen en waarom heb je hun gekozen? Ja. Waarom deze vier? Ik, ik kon er ook andere vier nemen, ja. maar het, uh, voor mij zaten er een aantal belangrijke uh, ja, redenen achter. Ik wou een diversiteit van daderschap tonen, mm -hmm. hè, want daderschap is um, zowel de mensen die de besluitvorming doen, de mensen die die besluitvorming dan in bevelen en structuren gaan gieten. Dat is de figuur van Adolf Eichmann natuurlijk. Mm -hmm. Mensen die het middenkader zijn, het mesoniveau, die eigenlijk echt de operaties gaan organiseren. Rudolf Hus, de kampcommandant, is in mijn ogen geen psychopaat, maar is een mm -hmm. top-CEO. Mm -hmm. Een heel amorele top-CEO waarin een efficiëntielogica een gigantische gruwel gaat, gaat faciliteren. Maar dat is het middenkader. En dan heb je natuurlijk mensen die het geweld uitvoeren. En daar mm -hmm. heb, je dan, heb ik specifiek voor twee vrouwen gekozen, want bij daderschap is het dominante patroon dat dat meestal jongvolwassen mannen mm -hmm. zijn die dat gaan plegen natuurlijk. Zeker als gewelddadig is ook ja, nog voilà, eens. Dus ja, dus de uitvoering van het geweld kijk, gaan, gaan de van IS-strijders tot, tot uh, de Rwandese genocide tot de holocaust. En de uitvoering ga je heel vaak jongvolwassen. Volwassen mannen gaan zien, uh, de, de militaire generatie als het ware. En dan ga je gaan zien natuurlijk dat naast die mannen er ook vrouwelijke daders zijn. En dan heb je Irma Greze. Irma Greze is een heel jong meisje. Die totaal niet uit een geradicaliseerd gezin komt, maar in een heel korte tijd door haar omgeving, haar netwerken, een ziekenhuis en later het concentratiekamp waarin ze kampbewaagster wordt. Je hier penitentiair beambte zou worden in een gevangenis, mm -hmm. glijdt die helemaal af en wordt die uh, ja, eigenlijk in, in de geschiedschrijving geboekstaafd als een van de meest gruwelijke kampbewakers ooit in de geschiedenis van de Holocaust. En dat blijkt een eenvoudig meisje te zijn. Uh, Patrick Brown, die haar biografie onderzoekt, uh, ontdekt inderdaad daar, daar geen mad or bad aspecten aan. Maar dat is wel de dame die op 21-jarige leeftijd in Hamelen opgehangen wordt voor waanzinnige misdrijven die ze in Auschwitz... Gaat plegen. En dat laat ook natuurlijk weer toe om te gaan zeggen. Het kwaad zit aan de overkant, want dat zijn Nazi's. En je weet wel, Nazi's dat zijn Duitsers geweest. En mm -hmm. dan dacht ik van ja, maar ik zou toch eigenlijk ook wat iets dichter bij ons willen betrekken. En toen kwam ik uit van welke vrouwelijke kampbewaaksters zouden van, van Vlaamse of Belgische origine zijn. En dan ben ik eigenlijk op Marcelle Gombert uitgekomen. En het was heel rijkelijk omdat ik in het VRT-archief een, uh, een opname terugvond. Um, van um, Marcella Gombert, die eigenlijk getuigde over haar, haar kampperiode. En dan ben ik haar juridisch dossier, haar strafdossier, gaan inkijken en dan voel je dat dat een dame is die wel uit een geradicaliseerd, rexistisch gezin komt, mm -hmm. die helemaal ook afglijdt, maar in de logica van het gezin. Haar vader en, was ook politiek actief ja, geloof ik. Ja, was nee. rexist uh, in Poperingen. Um, en wat heel boeiend is, is dat je eigenlijk ziet dat in september 1944 wordt België bevrijd. Zij werkt op dat moment in Duitsland. Zij keert niet terug. Waarom zou ze ook terugkeren vanuit haar, haar politieke kijk op de situatie? En ze gaat een, jaar, sorry, een maand later, in oktober, gaat zij naar het concentratiekamp. En als je haar hoort getuigen bij de interviews van Maurice de Wilde, dan zegt zij, ja, ik vond dat eigenlijk wel een keer spannend. Dat was iets avontuurlijks en zo. En ik hoorde die IS-narratieven... Waarom doe je dat? Mm -hmm. En dan heb je typologie, en dat zijn de avonturiers. En, en dat was Marcelle Gombert. Mm -hmm. En achteraf legt zij dan uit ook van... Ja, maar eigenlijk, die gevangenen dat waren mijn vrienden. Ik heb ik daar zorg proberen voor te doen. Ik heb ik mijn brood gedeeld. Ja, dat was niet wat ik in het strafdossier las, natuurlijk. Nee. Hè, waarvoor ze veroordeeld is. En voor mij was dat heel erg van belang. Om het kwaadaardige potentieel. Het een van de gezichten van het kwaad. ook op een, een Vlaams meisje uit poperingen te gaan betrekken. Hele normale mensen kunnen beestachtige dingen doen. Um, in elk van ons zit een duivel, zou je kunnen zeggen. Um, je bekritiseert Rutger Bregman, zijn betoog over de deugdzaamheid van de mensen. En ik, ik ga jou even citeren. En ik, ik doe er een kleine. Onderbreking tussen. En mensen zijn niet intrinsiek slecht. Mensen zijn niet intrinsiek goed. Mensen zijn ook niet neutraal. Dan spring ik een paar zinnen verder. Waarom zou het het ene of het andere moeten zijn? Einde citaat. Kun je dat misschien nader uitleggen? Ja, wel, ik, ik apprecieer wat Ruud Brechtman wou doen om een positief mensbeeld uit te dragen in moeilijke tijden. Dat apprecieer ik. De wijze waarop hij dat soms doet is in bijvoorbeeld een aantal. Oer Psychologische experimenten, zoals het Stanford Prison Experiment of het mm -hmm. Electroshock experiment van Milgram, om daar dan ja, een methodologische fout uit te halen mm -hmm. en dan het kind, het bad, het badwater, het hele badhuis en de hele badkamer <laughs> weg te gooien. En dan denk ja, maar zo werkt wetenschap niet. Uh, en dan denk ik van ja, dat is eigenlijk omdat je natuurlijk wilt bewijzen dat mensen deugdzaam zijn, of mm -hmm. de meeste mensen deugdzaam mm -hmm. zijn. En ik denk, ja, dat klopt niet. Ik bedoel, mm. je kan, um, het is een potentialiteit in mijn ogen. Mensen mm. kunnen heel deugdzaam en heel destructief gedrag stellen. En dat complexe samenspel van factoren en actoren, die netwerken, die denkkaders, die dynamieken en die processen die mensen ondergaan. Die kunnen dat in de ene of in de andere richting. Ook doorheen de tijd. Mensen hebben soms echt ook deelgenomen aan geweldsmachinerie. Mm -hmm. En dan op het einde, op een bepaald moment, mensen beginnen redden. Laat mij toe, Schindler's List kennen we allemaal. Mm -hmm. Ja. Schindler's List, de man, Oskar Schindler, is iemand die helemaal mee in een economische logica in het nationaal socialisme gedaan heeft. En op het einde van een oorlog zijn kar gekeerd en heeft effectief ook mensen gered. Mm -hmm. Maar dat is nog iets anders natuurlijk dan ook Poolse verzetsmensen die vanaf dag 1 ja. zich vrijwillig hebben laten opsluiten mm -hmm. in het kamp om te beschrijven wat daar gebeurt. En dus je voelt ook, ook die dingen veranderen doorheen de tijd. In het begin draag je bij aan zulke. Ja, culturen en systemen die voor geweld veroorzaken. En op het einde draag je eigenlijk bij aan de redding van mensen. Dat dan toont en, dat de complexiteit. Maar ik, ik moet heel kort vragen, want kijk, de, de man naast mij, Floris van den Berg, die wacht al van het zien van een actiefilm. Hè. Zodra er geweld is, jij kan niet, maar je kan, je kan niet tegen geweld. Ja. Je had er echt, zit er zelfs een duivel in hem? Ja, maar um, bij Duivel denk je nu natuurlijk onmiddellijk aan um, de, de, de uitvoerders. Hè? Ik krijg heel vaak de vraag op het einde van een lezing, meneer, zou jij dan ook kampbewaker in Auschwitz kunnen zijn? En dan zeg ik heel Vange eerlijk, nee, ik zou in Berlijn werken. Dat is <laughs> ja. wat ik doe. Ja, ik ben een organisator, ik ben een die, die beslissingen neemt, die tracht met kabinetten dingen te regelen voor de samenleving. Dat zijn ook vormen van daderschap. Ja. Als je ingenieur bent... Van Topf Zoon, die heel veel industriële machinerie gebouwd, waaronder 2% van hun producten zijn crematieovens. En je wil de beste oven van de wereld bouwen. En je gaat hmm. meermaals naar Auschwitz om die te optimaliseren dan heb je fundamenteel bijgedragen ja. bij je medeplichtig. Ja. Maar die man zegt gewoon, maar ik ben een ingenieur en ik bouw gewoon de beste oven, dus ik zie dat meer, uh, in, dat er, dat oh, nee, meer in jouw nee, Ingenieur, nee, Ik was bang dat hij jouw richting een soort van al vurenrol ging staan nou, maar dit de, valt er nog de, mee. Oké, okay. ja, ja, okay. nou, okay. nou, <laughs> ja. pak van mijn hart. Uh, <laughs> <laughs> okay. hey, uh, nog een andere schrijver die ook positief is. Ik zit even vast met de draden. Ja. Uh, is Steven Pinker uh, met zijn idee. zit een beetje in de lijn van Rutger Brechtman. Die zegt: Als je naar de geschiedenis kijkt, dan gaat het eigenlijk steeds beter. En dan iets heel tegenintuitief. Zelfs als je naar de 20ste eeuw kijkt, met alle oorlogen, dus inclusief de Holocaust erbij. Als je zomaar ver genoeg uitkomt, is het eigenlijk zo'n eeuw. Want het gaat eigenlijk steeds beter. Want er worden steeds minder mensen vermoord. Uh, ja. Wat ga je met dat perspectief? Ja, ten dele volg ik dat. Hè. Als criminoloog ga je natuurlijk wel de impact van de komst van de nazistaat, die een rechtsstaat wordt. Ja, dan voel je natuurlijk, dat heeft een enorme reductie op geweldsfenomenen gehad. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er tot op vandaag nog altijd gigantische erupties van geweld kunnen zijn. Als je kijkt naar de Holocaust, maar de hele cascade van genocides die we gehad hebben. Het terroristisch geweld. Je ziet ook dat we een beetje aan het weg gaan zijn van uh, de klassieke oorlogen naar ook asymmetrische vormen van geweld, waaronder het terrorisme dat we zien vandaag. Dus ja, dat geweld is niet weg. Hè. En dus de vraag is dan natuurlijk van, als we inderdaad een, een positieve evolutie al gemaakt hebben, omwille van ook die rechtsstaat en, en, en zo verder, ja, hoe komt het er dan in... Dat we toch nog zo slecht in staat zijn om die erupties van die verschillende geweldsepisodes tegen te gaan. Je ziet dat vandaag ook. Hè. Als je kijkt naar Oekraïne, als je kijkt naar uh, Israël, Gaza, dan, dan voel je. Je weet heel veel. We kunnen verdomd veel dingen beschrijven. Maar op het moment reageren. In 1943 wist men, niet de gemiddelde, de gemiddelde burger, maar zeker in hoge rangen. Bijna in detail wat er gebeurt. Dat men zich dat niet goed kon verbeelden. Dat was één zaak. Maar dat is heel gelijkaardig met vandaag. Vandaag weten we ook wat er gebeurt, maar dat wil niet zeggen dat we daarom naar kunnen handelen. En dat is toch denk ik een, een menselijke plicht om te gaan kijken van al die kennis. Hoe gaan we dat op vlak van preventie? Ik wil bijvoorbeeld zeggen, als je nu 100 jaar collectief geweld uit het verleden bestudeert. De mensen die de switch naar de toekomst maken, dat zijn de mensen die boeken over klimaatoorlogen op dit moment aan het schrijven zijn. Ja. Want dit zit eraan te komen. Dat is toch de plicht die je hebt om die opgedane kennis te vertalen naar de toekomst. Ik heb een vraag ook over de. Je bent expert op het gebied van holocaust en genocide. Er is veel om te doen over die term genocide. Of je die ook op moderne dingen kan gebruiken of niet. Hoe zie jij dat als, ja, als historicus? Moet je die term alleen maar voor. Deze specifieke situatie doen? Of ja, zoals die nu wordt die op, op, op Gaza geplakt? Uh, is dat terecht? Ja. Of hoe, 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 hoe kijk je daar tegenaan? Wel, je, um, je hebt een voor- en een nadeel. Je hebt een geëikte VN-definitie. ...van wat een genocide is. Bijvoorbeeld voor terrorisme bestaat dat niet. Bij terrorisme, men heeft daar pogingen toe gedaan... ...maar er is geen geëkte definitie, er zijn talloze definities. Um, en dat maakt natuurlijk dat dat ja, een bepaald ooit politiek compromis geweest is. Dit definiëren wij op basis van die ingrediënten, die handelingen. Er moet een intentie aangetoond worden. Dus je hebt een juridische definitie. De oorsprong van dat woord was veel breder. Rafael Lemkin sprak zelfs over culturele genocide en ging daarin veel breder gaan. Maar dat maakt wel dat je natuurlijk een soort juridisch instrumentarium hebt. Dus als ik kijk bijvoorbeeld naar de Balkanoorlogen, dan uh, zie je dat daar verschillende vormen van geweld zijn. Je ziet etnische zuivering, je ziet verkrachting als oorlogswapen, je ziet oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en zo. Al die diversiteit van geweldsfenomenen zie je daar. We weten dat Srebrenica een duidelijk genocidale erkende casus is door het internationaal uh, strafhof uh, voor Joegoslavië. Hij heeft gezegd, ja, wat hier gebeurt is een genocidaal proces op basis van de gegevens die we nu hebben. Wat je vandaag altijd ziet, is als er geweldpleging, gruwelpraktijken worden getoond in Butsja, in Oekraïne, ja. dan zie ik evident president Zelensky zeggen van, kijk wat hier gebeurt is een genocide. En dat is natuurlijk omdat een genocide de misdaad der misdaden is. En dat dat eigenlijk met een verantwoordelijkheid komt om te beschermen. Dat is ja. de ultieme misdaad die je kan plegen. Dus op een politiek, communicatief niveau, mm -hmm. ga je heel vaak en snel die term soms gaan horen om te gaan zeggen wat er gebeurd is, is onbeschrijfelijk, het is een genocide. Is dat een genocide geweest in Butja? Ik weet dat niet, ik, ik kan dat niet aantonen, ik kan dat ook niet bewijzen, volgens de VN-definitie. En dat is dezelfde problematiek vandaag in Gaza. Ik eh, zie dat daar vandaag, eh, 7 oktober, eh, terreur wordt gepleegd door Hamas. Eh, dat dat uh, gigantische impact op die samenleving moet hebben, ook gezien het collectief trauma natuurlijk dat aanwezig is in het licht van de Holocaust. En dan als tegenreactie eh, zie je daar ook allerlei geweldsfenomenen. Uh, dat kent ook diezelfde diversiteit. Er zijn casussen denk ik, waar je zegt van dit lijkt heel erg op etnische zuivering. Dit lijkt heel erg op verkrachting als oorlogswapen. Dit lijkt heel erg op misschien zelfs een genocidaal proces in een bepaald gebied. Wat het juist is, dat gaan helaas historici en juristen later bepalen. Maar wat mij altijd zo ja, een beetje een, 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 een absurde discussie blijkt, is. Moet je alleen maar interveneren of oproepen om het geweld te stoppen als iets een genocide is? Is mm -hmm. etnische zuivering dat niet voldoende? Is industriële massamord, al kan je de genocidale intentie niet bewijzen, is dat niet voldoende om het mm -hmm. geweld te stoppen? Dus dat is de absurditeit ook van die, van die term. Het is de ultieme term. En mocht het niet allemaal genocidaal geweld zijn, dan is het precies minder recht. Dat is een logica die ik niet begrijp. Wat je hiermee raakt is ook een beetje de bystander-effect. Uh, daar ga je in je boek uitgebreid op in. Waarom is dat relevant voor situaties van ernstig geweld zoals de Holocaust? Ja, wel. Je merkt natuurlijk dat heel veel geweldsfenomenen... Hè, dat gaat me gaan analyseren. Wat doen de daders? Hoe glijden die dadergroepen af? Wat, is, uh, wat gaat de victimologie gaan bestuderen binnen de slachtoffergroepen? Maar natuurlijk heb je daar een, een derde en eigenlijk zelfs een vierde groep naast. Hè. Je hebt omstanders, Mensen die niet dader of slachtoffer betrokken zijn, maar wel in de zijkant staan. Um, er is een heel befaamde quote van Hitler die op een moment zegt van, ja, oh, wie herinnert zich nog de armeense genocide? Mm -hmm. Heel goed bewust van hoe reageert die internationale gemeenschap? Die internationale gemeenschap in 1938 in, in uh, evian les bains uh, bespreekt het joodse vluchtelingenprobleem. Want vele joden willen Duitsland ontvluchten natuurlijk. Um, en, en die zeggen eigenlijk van, ja. Het is gruwelijk wat er gebeurt. Het zou niet mogen. We veroordelen het. Maar die Joodse vluchtelingen, ze moeten nu wel allemaal niet naar hier komen. Ja, dat is toch een ander volk. En, en dat gaat toch een bedreiging voor onze welvaart zijn. Narratieven die we heel erg herkennen ook vandaag. En dan ga je eigenlijk gaan zien dat dat een stuk ook mee in de psychologie van de daders mee inrolt. Want wat zeggen die daders dan? Aha. Jij moet ook de Joden van Europa niet hebben. En goed, dan zullen wij het Joodse probleem van Europa wel oplossen. Ja. En daar voel je heel duidelijk: het niet reageren is ook een heel beïnvloedende factor in die geweldsfenomenen. Dus ja. iets benoemen, uh, trachten een, een politieke druk te veroorzaken om geweldsfenomenen, uh, daarop te interveneren, dat zijn cruciale stappen. En dat mm -hmm. zien we heel vaak: dat we daar heel slecht in zijn en dat dat natuurlijk leidt tot oneindig veel geweld. Floris. Ik heb een, een wat andere vraag en misschien ook een moeilijke vraag. En mis, ik kom, kijk, je besteedt heel veel aandacht aan um, geweld wat wij in de wereld aandoen. En je, je waarschuwt ook voor de klimaatoorlog, heb je al gezegd. Um, maar een van de dingen die... dit is ook de vraag... Ja, ik ik haper een beetje, want het is een moeilijke vraag... Uh, er wordt soms ook gesproken over de dierenholocaust. Er is een boek ook heet Eternal uh, het Verblinker van uh, Patterson. Dus, er zijn mensen, en de eerste mensen die dat deden, de, die vergelijking met de holocaust maken, waren overlevenden van de holocaust zelf. Um, maar ja, als je het hebt over het kwaad in elk van ons. en er zijn mensen die het vergelijken met de dierenindustrie, met, met de holocaust, zijn we dan niet allemaal. Dieren <laughs> Ja, ja zo, zo, um, moeilijke vraag. Maar mo <laughs> ja, het is een moeilijke vraag, maar ik wil er één ding uitlichten. Ja. Um, een van de grote problemen dat ik vandaag bijvoorbeeld zie, en dat is globaal: hoe gaan we om met de geschiedenissen van collectief geweld? Ja. Nee, ik heb uh, lang in een museum gewerkt dat daar dat verhaal, dat Belgische narratief van de Holocaust, verhalen natuurlijk. En dan ga je eigenlijk gaan zien dat voor veel mensen. Um, de kennis over die geweldsfenomenen, soms op het symbolische, blijft vastzitten. Waar heb ik dat voor het eerst? Was bij mij echt wel zo'n shock. Midden in de coronapandemie zie ik op een moment op een van de vele filmpjes waar we zaten allemaal op die sociale media te surfen dan vier vijf Nederlandse mensen in een kamp plunje aan met een Jodenster, een uh, antivaccinatiester op. En die mensen die verhaalden in de camera... zo moet Anna Frank haar gevoeld hebben. En dan dacht ik op dat moment van... ja, oké, okay, um, in mijn ogen totaal misplaatst. Maar die mensen die zijn vermoedelijk naar het Anna Frankhuis geweest in Amsterdam. Die zijn misschien naar Westerbork geweest. Die hebben misschien holocaustboeken gelezen. En dus op een of andere manier heeft men dit als een soort symbool... maar ook gereduceerd tot een symbool... omdat nu hun in heel de coronamaatregelen-miserie, uh, eigenlijk hun, hun narratief en kracht bij te zetten. En daar heb ik wel een probleem mee. Want in essentie is het niet door iets te zeggen van ja, maar dat is zoals Hitler of dat zijn nazi's of ja, dat legt niets uit. Dan ga je eigenlijk stijlformules, symbolen gaan gebruiken om aan de overkant het absolute kwaad te gaan tonen. Wat volgens mij wel van belang is, is niet zozeer de symbolen gaan gebruiken, maar de onderliggende processen. En het zou volgens mij heel waardevol zijn om te gaan kijken hoe gaan wij om met onze medemensen en welke geweldsfenomenen en welke processen zijn daar onderliggend. En welke processen herken je bijvoorbeeld na dierenleed? Dat is ja. heel waardevol. Het is veel waardevoller om dan te begrijpen wat zich voltrekt dan te gaan roepen: dit is de, de dierenholocaust. Dan denk je van ja, dat zijn weer die symbolen. Dat verklaart eigenlijk niet wat daaronder ligt. Hè. Dus daar uh, zou ik die mensen aanraden van stop met die taal te gebruiken, want meestal maak je ook uh, holocaustoverlevenden daar niet blij mee met zulke vergelijkingen. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk help je ook de mens niet, omdat je ook die mens niet helpt begrijpen wat er mm -hmm. zich manifesteert op dit moment. Oké, okay, en dat is interessant. En dit, en dit is denk ik ook wat jouw vraag eigenlijk wel interessant maakt. Is, je zou je kunnen afvragen, speelt hetzelfde niet voor het gebruik, uh, voor het gebruik van de term genocide? Voor conflict of dat nou terecht is of niet. Zeg ja, ja, absoluut. Ja. En dus ook een symbool ja. geworden. Hè? Ja. En, en, en ja, het is natuurlijk ook een, een soort poging om, om een complexe realiteit bevattelijk te maken. Hè? Als je iets niet kan benoemen, als je geen juiste taal daarvoor hebt. Hè? Kijk naar uh, ja, bepaalde mensen die een heel rijkelijke taal voor een bepaald fenomeen hebben, omdat dat fenomeen heel erg belangrijk is in die gemeenschap. Ja, dan moet je eigenlijk ook in, in de menselijke gemeenschap een rijke taal hebben om die geweldsfenomenen te kunnen beschrijven. Want een massamoord is iets anders dan een genocide, is iets anders dan terrorisme, is iets anders dan staatsterrorisme. Mm -hmm. Ja, Je hebt daar een taal en terminologie nodig, maar die moet ons helpen om de onderliggende mechanismen te begrijpen. Niet om dat symbolisch te gaan toedekken. Dat is een heel erg belangrijk gegeven. Tot slot, we zijn eigenlijk nagenoeg door onze tijd. heen, Maar ik ga je deze nog vragen als, 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 slot, als slotvraag, dus uh, met, met de opmerking: alsjeblieft, blijf binnen het kwartier of zo in je beantwoording. Aan het einde van je laatste reguliere hoofdstuk, er komt nog een epiloog, hè, komt erna. Maar aan het einde van je laatste reguliere hoofdstuk ga je uitgebreid. Catherine, uh, nee, sorry, Mac, mij nou. Catherine Sanderson aan. En zij schreef Why we act, turning bystanders into moral rebels. Ja. Um, ze schetst daarin tien dingen die je kunt doen om te handelen. Ik ga je nu over horen, nee. <laughs> uh, uh, maar jij roept uh, aan het einde van dat laatste hoofdstuk van je. Want je gaat daar heel uitgebreid op in. Roep je uh, de lezer, en dan zeg je ja, de lezer, de gewone burger... Hè, zoals u en ik. Uh, op om kleine daden van verzet te plegen tegen de hedendaagse problemen die het kwaad representeren. In hoeverre ben je optimistisch gestemd dat dat gebeurt of gaat gebeuren? Oh, dat gebeurt altijd. Mm, kijk. Um, als, als uh, Trump 1, en ik hoop dat bij Trump 1 blijft, aan de macht komt, dan voel je dat daar ook allerlei kleine vormen van verzet. Waren. Ja, voor, maar voor de duidelijkheid, die man die schoot, dat is geen kleine daad van verzet. Uh, nee, 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 nee. Voor alle duidelijkheid. <laughs> dat alle duidelijkheid. Dan roep je zelf op tot geweld, dat, ja. dan kom je de problemen. Maar kleine daden van verzet zijn uh, een systeem begrijpen. Bijvoorbeeld hoe een bureaucratie. Een stuk de verantwoordelijkheidsgevoelens doet verdwijnen. Mm -hmm. hè? Want ja, ik heb alleen maar een lijst samengesteld. Ja, maar jouw ja. lijst is wel gebruikt om ja. een hele cascade te gaan ik organiseren. Maar, ik, ik heb alleen maar die overgeïnteresseerd. Ja, voilà, had, voilà, ik heb alleen maar dat gedaan. Ja, ja je moet leren zelf nadenken waartoe je keuzes uh, bijdragen in die fenomenen natuurlijk. En dat wil zeggen. Dat uh, die mechanismen, zoals bijvoorbeeld groepsdruk, groepsconformiteit, zijn allemaal zaken die we kennen. Mm -hmm. Wat doen wij in onze samenleving? Wij organiseren gevangenissen. Je hebt die nodig, je moet mensen opsluiten hè, die iets doods gedaan hebben. Maar naast die gevangenissen hè, heb je ook controle instanties om te gaan kijken, mensen die je een ja, buitengewone machtspositie over anderen hebt gegeven, om te gaan kijken of dat proces goed loopt. Als je dat niet doet, krijg je Guantanamo-achtige en Abu Ghraib-achtige situaties of Stanford Prison-achtige situaties, ja, ja. zoals in het labo-experiment. Dus je organiseert je daarop. Dat wil bijvoorbeeld zeggen, als je in een, in een administratie werkt en je voelt van, ja, hoe kan dat gebruikt worden? Hè? Bijvoorbeeld... Um, als je nu artificiële intelligentie zou willen gaan inzetten om allerhande data te gaan... Ja, waar kan dit afglijden? Ja. Ik doe wel iets, maar, maar waartoe zou mijn... Bij... Dat is een verantwoordelijkheid die je hebt. En dan heeft Sanderson het enorme verdienste, omdat zij zoveel onderzoek samengebundeld heeft in dat boek over omstaande gedrag... Dat ze met tien heel eenvoudige zaken afkomt waar je iets mee kan doen. Mm -hmm. Als je overmand wordt door groepsdynamiek en de druk om te confirmeren, bring a friend. Mm -hmm. Zoek ja. één iemand ja. in de groep die op zijn minst toch aan twijfelen is, zoals jou. Een gehele nieuwe on situatie ontstaat dan. En dus aan de hand van. Decennia aan onderzoek kan je kleine hulpmiddelen gaan doen om niet het slachtoffer te zijn van die dynamieken die we zo goed kennen. En mm -hmm. soms moet je je op organiseren, zoals controlecomité's. Soms moet je het ook zelf beseffen van, ah ja maar ik voel mij overmand, wat kan ik doen? Ah ja juist die kleine stappen. Mm -hmm. En ook andere mensen uitnodigen om dat te doen. Ja. En dat zijn soms kleine zaken, maar als je dan ook de geschiedenis bekijkt, heeft dat ook soms een wereld van verschil gemaakt. In de oorlogssituaties die we kennen. En dan denk ik van ja, dat kan je ten alle tijde toepassen. Vandaag doe je dat om haatspraak tegen te gaan op straat. Mm -hmm. Ik hoop dat we het niet moeten doen om veel erger geweld uh, tegen te gaan op straat. En maar mm -hmm. het zijn wel dezelfde mechanismen die onderliggend zijn. dank Bush, dankjewel voor je komst. Dankjewel voor je bijdrage. Floors van den Berg, jij ook, dankjewel voor je scherpe vragen. U als publiek, dankjewel voor hier te zijn, voor ons aan te horen. Johan Braakman, dankjewel. Fantastische host weer. Uh, eens te meer. En tot slot, niet in de minste plaats u als kijker en luisteraar van deze pod, uh, podcast thuis in de auto tijdens het hardlopen of misschien wel in de sauna of zo, ik heb geen idee. Uh, nogmaals, dank u wel voor het kijken en voor het luisteren. Steun ons door ons te volgen. Klik ook op like en abonneer. En we zien u graag bij de volgende podcast weer terug.